I'm a true champion. Hallo mensen, en tof kijken in deze nieuwe video van Snorkelbouw Zero. En wij zijn veel te laat. Je vraagt misschien af, te laat? Is het te laat? Wel, laten we het hier opbouwen. Vandaag is het 13 juni. Snorkelbouw Zero is de full release bijna een maand. Ik denk op 2 dagen, 28 dagen geleden, gereleased. Toen heb ik mijn eerste video opgenomen. En die eerste video staat nu nog altijd niet online. Maar later neem ik de tweede op. En ik heb nog altijd een rit gedaan van de eerste. En waarom? Omdat ik het verkeerde bestand heb opgenomen. Dus ik moet een heel omzettingsprocedure doen. 2 omzettingen, geluid. En video apart. Terug elkaar pakken. Oké, dat is niet zo moeilijk eigenlijk. Maar ik heb andere zaken aan mijn hoofd. En ik heb nu geen goesting om iets te doen. Dan laat ik dat doen. Oh ja. Maar als ik mij goed kan herinneren, was ons doel voor. Daar moet ik nog naartoe gaan. Als ik mij goed kan herinneren, was ons doel voor vandaag een. Ja, dat is de thermoscan. Ja, boeien. Als ik mij goed kan herinneren, wou ik vandaag. Kijk, van zee is. Ik wil Z-truck zijn. Dat is het Z-truck. Moet je afval kijken. En nog een paar andere zaken, zoals mobile. Tridock, mobiel vehicle dog of is. Hier is titanium smeerlijke computer. Dat was het eerst waar we gaan kijken. Titanium smeermel mee maken. Kut, ik heb 10 nodig, niet nodig. Oké, dus dan is het. Eén titanium ingot en computer chip. Dan moeten we de chip ook even. Een groot koppel. Wat heb ik dan? Ik denk dat ik niks van heb van een computer chip. En ik was ook nog eens correct, want ik heb ook een reet van een computer chip te maken. Waar vind je table call? Nee, hier ribbon planter. Ik nog wel nodig hebben. Scandinavisch, dan kunnen we doorgaan. Fucking. Ribbon plant is altijd handig voor batterijtjes. Dan moeten we nog gaan kijken. Een huisje. Ik vind echt nog meer zo'n batterij bij. Titanium. Ik weet of ik scrap nou wel kan winnen, maar dan moet ik zo ver gaan. Titanium. Hier gemakkelijk zeezweder. Hallo. In de eerste game noemde die zeegeleider. Nu is het echt gewoon zeezweder. En me altijd lag doordat ik het niet op, op SSD heb gezet de game. Wat ik wel nog van plan ben, by the way, maar. Ja, ik heb nog niet echt tijd gehad ervoor. Misschien zou ik naar deze aflevering gaan wel bevinden. Oké, okay, dus ik mis nog altijd 2 titanium. Oh, dat sukt. En een batterijtje heb ik ook nog. Is zo'n batterij eigenlijk. Nee. Oké, okay, dus ik heb nu wel een batterij. Oh, kut, die moet nog aan. Batterij gemaakt. Even kijken of ik allemaal wat kan. Ja, nu moet ik alleen nog kijken voor. Computerchip. En dan moet ik nog goud en. Dingen hebben. Table core, moet ik bijvoorbeeld nog dat wind. Zoeken hè. Als ik het goed herinner, kan ik zien die boy met die nice vinden. Maar, ik kan ze niet mee. Yes. Natuurlijk kom ik er net achter dat mijn. Mijn OBS-instellingen dachten van: uit, wie reset. En wat ik daarmee bedoel is dat mijn geluid van mijn game weer niet werd opgenomen. In principe vind ik dat niet zo erg, want ik heb al het probleem dat ik, ja. Shift, oh man, ik kan het niet. Laten we zien. Wel, dat sukt. Wel, ja.
Wat nooit reset is de sterkte van wat ik wil. Oh, daar is nog mijn titanium voor de volgende neus. Ik ben ook wel blij dat ze die dingen, blueprints hebben veranderd. Want in het begin, toen de Zetruk erin zat, Citroën erin zat, dat was ook vrij simpel. Vijf van die, nice. Vijf van die, vijf advanced wiring kits, vijf. En dat was echt een hoop. Want dan moest je 15 goud hebben. En toen was goud al niet zo makkelijk te vinden. Dus ik met mijn nummer grote was toen, hoe lang ben ik bezig is eraan? Iets van een 2 uur aan zoeken naar goud. Ja, eigenlijk 2 uur aan zoeken naar wat ik naar goud van Citra. Ik werd gewoon gek toen, dat was echt zo'n. Je speelt zo lang, je zet de game zo gewend en dan kom je daarop uit en dan is er van. Are you fucking kidding me? Het is gewoon echt kwellen, hè. Dan heb ik Playground Range, dat is vast, dat was ik nog. Players Unknown Worlds gewoon fucking lachen naar u van. Haha, ik moet lekker wel doen. Bah, doei. En zo blij dat ze hebben veranderd, want deze game heeft veel potentieel als je ziet naar de vorige game. De vorige game was legit geweldig. Dang het, mijn goud vergeten! Ah! One eternity later. Oh. Oké, ik was dus hier aan het zoeken naar goud en ik heb dit gevonden. Nu, ik weet waar het naartoe loopt. Maar jullie niet. Dat is dan wel met die SOS-signaal. Nu, ik ben hier al heel lang niet meer geweest, ik ben benieuwd. En wat ze ervan hebben gemaakt. Oh shit! Ons leven gaat veranderen, jongens. Welke tijd? What is all this? Een groot idioot. Ja. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect. Mooi. Ja, ja. Hallo. Van mij. Altera? No, my equipment is borrowed. Van mij. Allee, ga aan de kant. Van mij. Van mij. Allemaal van mij. Ik kom een heel stil spullen jappen. How long have you been stored here? Dit is normaal de terminal. Yes, okay. Hurry. Hoe werkt die? Oh. Hoe werkt die ineens? Ah, dat is hem. Ja, dat is hem. Ik geef hem een tablet, maar ja, hier. Maar ik zal het nadoen. Ah! Ik krijg iets in nu. Een data omzetten. Oh ja. Geweldig. Ik wil dit zo graag in VR doen, hè. Maar ik heb nog geen VR. Ik heb al een op de hoogte al een heel tijdje. Ik kan het mij permitteren, maar ik kan het niet. Ik wil even niet doen. En even iets anders sparen. Oh, no. Does your kind perceive a boundary between
cybernetic and organic components. Ja. Pardon, ik zal dat zelf wel beslissen wat ik met mijn eigen brein doe. Kan ik dat er niet terug insteken? Ik hoopte eigenlijk dat we hem terug in zijn dikke kubus konden steken, maar... Aangezien de lichten uitzien, die kubus in elkaar vallen, is dat I guess not. Ah, nu kan ik dat scannen? Oh lol. Ja, bla bla bla, is veel te veel gezegd, heb ik geen goed zin om te lezen. Verder met de quest, goud. Home sweet home. Kan dat, what the fuck? Ja, een keer een mannetje. My whole life I've been dying to meet a sapient space-faring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. Perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. The precursor race. But what are you doing here? On the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long I cannot locate the coordinates. Nice. Nu moeten we er een hoop nest maken waar ik geen goed zin heb om te maken, wat ook nog een hele tering lange tijd gaat duren. Dan heb ik heel in de plan. Wat nodig? Wat moet ik hebben? Op energy cell maken we ook. Die douwen we hier allemaal in. Ja. Nou ja, heb ik dat bolder maken? Want daar van. Ja, ja. Oké, dat is volgende dan in de volgende aflevering. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe lang ik ga knippen. Ik ga een uurtje opnemen. Dan advanced wiring. Ik ben er. Tanken, hè? Oh, waarom wil ik tanken? Oh, dat was dan maar eerst. Dus. Ja, ja, ik weet het. Ik ben dat het ding nu wegdrijft, al mijn hart genaaid. Ja, al, ik weet het al. Dus wat hebben we nu nodig? Nog een advanced animal glass en advanced wiring. Ik heb nog allemaal selecteren, want dat heb ik niet op mijn hoofd. Fuck off, fuck off. Oh god, no. Ik twee kwart houden. Diamant, hé, laat de zoektocht beginnen. Het goede is dat ik ongeveer al weet wat ik naartoe moet voor de. Oh shit, not like. Ik zei ja, het goede is dat ik. Wow, auw. Good beast. Het goede is dat ik ongeveer al weet waar ik naartoe moet voor die naaste wind, hè. Stomme is dat duurt even om te zwemmen. Allee, even met mijn tering lui. Ah, moet ook een extra voor van... Yes.
Oké, nu gaan we rondzwemmen om te zoeken naar... Waar zit ik daar? Oké, ik zie jullie wel als we daar zijn, I guess. Oké, dus we zijn er bijna en dat is ook goed, want ik moet ook niet echt daar zijn, maar in de omgeving van deze plaats kun je vinden wat we nodig hebben. Goud. 3 heb ik nodig. En ben je meer nodig, diamanten. Als het goed is, kan ik je hier ook vinden. Ja, als ik hier niet kan. Ja, op die table corals passen met me zoeken. En als ik het goed heb, kan ik hier ook diamanten vinden. Maar... Ja, zou ik zelf wel achterkomen of dat zo is of niet. Ja. Het is gewoon recht uit kut. Kom maar, wat sneller zoeken, I guess. Nee! God dang it, nee! Ah! Nein. Talk to each other. Do you not find that primitive? We exist as data. We are all aware of each other's thoughts. There's more to look at now, I'm also voorzichtig. I can't lie. Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private, and people have their own inner lives. People change and need space to think. What do you mean by quiet? Imagine a thousand strings displaying its own range of notes. None louder than the others. Each one builds harmony. A continuous thrum in the background of existence. I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. Oké, okay, dus we hebben 10 minuten verspild aan een ijs zoeken, met dan ook eens doodgaan. Dat zullen jullie hoofdverschijnlijk zagen. Iemand doen. Glass. Oké, okay, ja, mooi. Even more glass. Ik weet niet hoe ik eraan kwam, maar om de een of andere manier dacht ik van, ik heb adamantine glas nodig. Like, waar de fuck zat ik met mijn gedachten dat ik dat nodig had? Want nogthans, dat ik me goed kan herinneren, had ik dat niet nodig. Want het was het 2 glas. En niet fucking 2 glas en geen adamantine glas. En waar ik met mijn gedachten zat, ja, dat wil je nu wel ergens een ver weg is dan. Nou, tijd voor de zitruk. Hey, moraal van de video is klaar. En dan gaan we kijken. Ik denk wel leuk. Ik heb eens een leukste pet over met C-truck. Het kan het goed zijn dat jullie het al hebben gezien. Ik ben aan het wachten op het pakketje. En zodra dat hier is, ja dan. Ja, dan kan ik zien om iets leuks te doen aan mij. Ik denk dat ik dat eerst ga unboxen of
Ja, we shall see. En nu wil ik eigenlijk dit ding hier maken. Kabels. Ja, ga je beter. Half uur later. Tada! I have it. Ja, hier is een mooie habitat beginnen bouwen. Zeg hier zo. Ik ben altijd uitbreiden, mag het gewoon zijn. Solar panels. Oh, just fuck you. Weer 2,5 miljoen jaar later kan ik 2 van deze dingen maken. Nu gaan we hier eens binnenkijken, want hier wil ik eigenlijk. De enige reden dat ik dit ding echt heb gemaakt is voor. Waar is het? Waar is het? Batterij opladen. En al mijn batterij kan opladen. Dat is logisch. Maar dat is voor de volgende video, de habitat. Dat heb ik al gezegd. Maar wat ik nu ga doen is. Die hier wegsteken. Ik wist toch niet dat ik dat ding ga gebruiken. Oké, nu wil ik eens gaan kijken op die last known location. En zodra dat gedaan is, dan denk ik dat de video wel ten einde moet zijn na fucking een uur. Dat wil ik wel niet zeggen dat de video een uur lang wordt. Ik wil gewoon zeggen dat. Oh, kut. Dat de opname een uur duurt, niet de video, ja, die wil ik echt knippen dan. Maar wat ik ook zo in de volgende video wil doen, is een death module. Een dev upgrade module voor dat ding maken. Dat ding kan echt totaal niet diep. Ik bedoel, de zeemot was nog beter. Weten we allemaal dat de zeemot onze kleine beste bijbel was eigenlijk. Maar ik zou het wel kunnen proberen te maken als een mod dat ding daarin zetten, maar ik denk niet dat dat zo evident is om te maken. Maar als ik het goed heb, is hier ook nog ergens iets en ik zal wel zoeken waar, wat. En als iemand mijn oude video's kijkt, ja. Was maatgeblos zero. Zullen we weten waar ik het over heb. En ik weet niet of ze dat in de Final Cut hebben gelaten, want ik heb nog niet ons kanaal gezien. De mijne. Ja, shit, kijk hier. Wat is dit? Plantjes. Kan ik hier iets. Ja, buiten plantenbak. Helemaal pek. Water, nice. Pak die ribbon plants gewoon mee. Oh, die kunnen we planten, dat is heel nice. We kunnen batterijen infinite maken. Yay. Dat is, mijn, is het dan hier nog met. Ja? Zwemmen, I don't know. Oh, ik denk dat Twitter dan mijn is ongeveer. Ik wil gewoon weten of ze die in de Final Cut hebben gehad. Nee, dat is de Final Cut. Sorry zelf, nu willen we bugfixes. Als ik het goed heb, zie ja, hier moet er zijn. De echte vraag, zit hem erin of niemand? Dat is wel een vrij rijke plaats qua mineralen. Ja, moet zijn dat ze die uit de game gelaten, maar ik ga me gewoon af. Het probleem is dat ik er niet echt heel veel dieper kan gaan. Wat zijn die dingen? En ik hoop bijvoorbeeld niet van diepte dat ding zat, dus ja.
Laten we hier de trench in waar ik geloof in het Nederlands. Ja, dan is het al die sub. Nee. Terwijl actually we also bij mijn last known location zijn daar. Ik heb net iets raar gevonden. Dit ding wist ik altijd waar ging komen, dat groen ding daar. Ik was onderweg naar daar. Ik ben ook niet meer zo heel veel van. En ik zeg dit. En een heel diep kloof, want hier rond, dit is echt een kloof, zoals je kunt zien. Kijk, hier loopt het allemaal hoog. Allemaal heel hoog. En hier is het beneden. Nu heb ik te denken van, hier zit rommel. En daar is een deur. Ik was echt even er 100% zeker van dat ze de mijn uit de Final Cut hadden gelaten. Maar blijkbaar niet. Dus dat is... Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ik pak niet kennen, meneer. Ruby. Wel, dit is nu eens een geweldig. Ja, heel geweldig, dat hebben we gewonnen. Ik wil hier sowieso nog meer komen duiken, maar. Ik weet nu ongeveer waar het is. De mijn. Ja, is wel goed te weten dat de mijn er nog is, want het is een goede plaats voor inkomen. Als jullie begrijpen wat ik bedoel met inkomen. En nu weet ik ook dus dat dat achter het eiland is. Ja, altijd aan de rechterzijkant, maar dat is achter het eiland. Achter het ook nog erg aan de achterzijkant. Ja, ik weet ongeveer hoe ver het is, dus van 900. De eerste game was erger met Reapers, maar deze game is erger. En hier zitten ook nog Chalicerid. Of zo een of ander gek wezen, wat ik er nou niet van weet. Oh shit, daar is een! Dat is een Chalicerid. Die dingen zijn extreem groot. Ik heb het einde van de video laat ik jullie even zien hoe zo'n ding eruit ziet. Die dingen zijn echt. Oh fuck. Voor de mensen die de Reapers nog weten van de originele Snatica. Wel, dat is de Reaper van deze game. Maat, ik heb echt schrik. Ik ben eens aangevallen geweest. Niet de originele, Vooraleer de game fully released, dus mijn vorige gameplay van het spel. Ah, dat was een gekbeest! Nee! Echt waar, er zijn twee bezens waar ik schrik van heb. En is de game, de tweede ga ik nog niet laten zien, het einde van die weet ik nou toch niet wat. Maar die zullen we wel zien en daar ga ik ook echt tegen dat schrik van hebben. En dan nog de andere ding, want hier is Celestert. Is het ook in de void van deze map? Dus ja. Dingen echt moordmachines, boy. Maar ja, dit was de video. Je hebt dus een booster tank. Gebruik je zuurstof om een snelheidsboost te geven. Om er weer te bestaan. Maar ik heb hier wel gelaten. Ik ga even die. Dat laten zien van de Chalicerid. Oké, dus ten eerste, dit is de Chalicerid. Dus ik denk, oké, dat is wel een gekke kreet met gekke tanden. Tot je ziet hoe groot het ding eigenlijk is. Die zijn tanden kunnen ten eerste dit al doen. Dus zijn tanden doen dit en dan komen er nog een rij uit en die trekt u en gelijk. Dus ja, dit is eigenlijk zijn bek. En voor. Comparison. Dit kleine zwarte puntje zit jij. Of ik in ons geval. Jij zit zo groot als die is een tand. Of ja, gepast. Zo groot, je past juist in die zijn mond. En lengte. Dat ding is echt
enorm groot. En ja, ik vind dat echt een angstaanjagend beest. Ik heb gezien wat ik kan doen en het is echt een bliepertje hoor, maar ja. Daarvoor kijken en tot aflevering 3, I guess.